Dit wordt nieuwsuitzending nummer 125. En we gaan het hebben over het Coriolis-effect. En nou, misschien dat jullie dat allemaal weten wat dat inhoudt. Maar het heeft allemaal te maken met de draaiende aarde. Dus dat, de aarde kan je heel makkelijk zien als een bol die in de rondte draait. En daar moet je wel rekening mee houden als je een wapen afschiet. Aan deze meneer, ik zal het geluid even uithalen. Doet er niet zoveel toe, maar die gaat schieten naar het... Die heeft een lange afstandsgeweer. En die gaat 1000 yards schieten. En dat moet iets van 800 meter zijn. Het is echt een vette gun die heeft. En nog helemaal gestabilized met zo'n tripod eronder. En hier staat zijn ammo. Knallen, jongen. Gaat hij zo dadelijk, gaat hij zijn koptelefoon opdoen. Zo is zijn gehoorbescherming, moet ik zeggen. En dan gaan we knallen. En hij is nu aan het uitleggen dat als je met zo'n wapen schiet, dat je dan rekening moet houden met of je naar het oosten schiet of naar het westen schiet. Want dat komt allemaal erg nauwkeurig. En dat heeft ermee te maken dat de aarde in een rondte draait. Dus als je naar het oosten schiet, dan komt je doel dus langzaam omhoog terwijl de kogel erop afgaat. Dus dan moet je iets lager instellen ofzo. Hij legt het allemaal uit. Wat een gun, hè? Hoppakee. Nou, dan gaan we dus kijken naar de targets. Wat is het geworden? Is ergens in de woestijn of zo. Kijk, dit is het eerste target. En die was, even checken. Is het westen. Dus in het westen, als je ze op het westen mikt, moet je er rekening mee houden dat het westen omhoog komt. Dus, ja, ingewikkeld. Je schiet naar het westen en de aarde draait naar het oosten, dus dan raak je hem lager. Ja, ik denk het wel. En dit is dan de andere kant. En dan zitten ze dus veel hoger. Dat komt door het Coriolis-effect. En het wordt nog erger als je naar het noorden of naar het zuiden gaat mikken. Want, dan krijg je dus dat je een afwijking krijgt van links naar rechts. Maar van het oosten naar het westen heb je diezelfde afwijking natuurlijk ook. Maar dan in de zin dat de boel omhoog komt. En de zon komt op in het oosten. Dus de aarde die gaat omlaag. Dus in het oosten gaat de aarde omlaag. En vandaar dus ook dat die hoger zit hier. Want de aarde draait langzaam weg onder de kogel. En dit was aan de andere kant. Dat is in het westen. En daar gaat de zon onder. Dus de aarde komt daarom. Ja, ingewikkeld uit te rekenen. Maar de aarde kan je dus het beste zien als een bol. Die in de rondte draait. En dat je daar rekening mee houdt als, als schutter. En met een platte aardetheorie. Dat is tegenwoordig dan heel erg modern om over platte aardes te gaan praten. Maar hoe verklaar je dit dan? Als de aarde stilstaat, waarom heb je dan als schutter rekening te houden met het feit in welke kant je schiet? Want of je naar het noorden schiet, of naar het zuiden schiet, of naar het oosten schiet, of naar het westen schiet. Als je het hebt over een afstand van 1000 yards, dus 800 meter ongeveer, dacht ik. Dan moet je daar rekening mee houden. Hoe kan dat? Met een platte aarde. En toch staat het internet vol met gelulkoek over de platte aarde. Excusez mijn Français. Maar lulkoek is een mooi Nederlands woord, vind ik hoor. Kletskoek mag je ook zeggen. Waar komt die rommel vandaan? Wie is hiermee bezig? Ik niet. Ja, ik bespreek het. Dat, in die zin ben ik er mee bezig. Maar ik ben hier niet mee bezig. Waarom zou je mensen gaan vertellen dat de aarde plat is? Wat helpt dat de mensen verder? Wat maakt het uit dat de aarde een bol is? In het Oude Testament daar staat een verhaal over Joshua
En die was in gevecht met de Filistijnen. Of zo. En die dreigde te ontsnappen in de duisternis. En toen heeft Joshua gezegd, zon, sta stil. Kan je dat prima zeggen? Dat betekent niet dat de aarde plat is. Of zo. Maar de zon stond gewoon stil. De tijd stond stil, kan je ook zeggen. Ja, dat was dan zo in die dagen. Dat is geen bewijs dat het Coriolis-effect niet zou bestaan. Want het bestaat wel. En die mensen van de platte aarde, die moeten dat dus verklaren. Vanuit, die hebben dus een aarde en die is plat en die staat stil. En de zon die draait eromheen, of laat ik beter zeggen, het hele universum draait eromheen. Maar hoe verklaar je dan dit effect? Waar komt het dan vandaan? Het is een pannenkoek en die staat stil. Maar als je de ene kant uitschiet, dan moet je rekening houden dat je iets hoger moet mikken. En als je de andere kant uitschiet, dan moet je iets lager mikken. Dus als je naar het oosten schiet, dan moet je iets hoger mikken. Naar het westen moet je, of juist andersom. Nou, dat maakt het niet uit. Ingewikkeld gedoe. En die mensen van de platte aarde, die zitten met de oude hoeren. Van, ja, want het staat in de Bijbel. En, ja, nee, het is allemaal illuminatie. En die hebben allemaal voorgelogen. Laat ik het even bijpakken. Het is echt, de bagger is ongelooflijk hoor. En mag je het erover hebben? Je mag het over bagger hebben, wat dat nou zit. Dat heet dus plat. Ja, die Engelsen die kunnen geen Nederlands. Dus die zeggen dan niet plat, maar die zeggen flat. Ja. Ja, dan moet je maar willen. Het is allemaal gezeik over de. Flat Earth is the most important truth. De platte aarde, dat de aarde plat is, is de meest belangrijke waarheid. Wat deze man dan doet, weet ik ook niet. En dat Antarctica, dat bestaat dan helemaal niet. De Antarctica is de rand van de aarde. Heb je, dat is die Eric Dubois, die echt een baggerjongen dat hij maakt. En dan gaat het maar gewoon mee door. Dit is dan, kijk hoor, de laatste van Eric Dubois. Oh, dit is dan deze. Maar dat is dan 4 maanden geleden, oké. Heeft hij in ieder geval 4 maanden lang zijn mond gehouden. Stel ik erg op prijs van Eric Dubois. Dat is een ongelofelijke boel. Je hebt het net gezien met die schutter. Dat het echt een verschil is in welke kant je schiet. Op voorwaarde natuurlijk dat je wel op lange afstand schiet. Als je een of andere... schiet op 3 meter afstand, dan hoef je echt geen rekening te houden met de Corioliskracht. Maar ja, gaat het over 800 meter? Ja, dat echt wel hoor. Dan pakken we er nog eentje bij. Ik ga hem afronden hoor. Dat maakt niet al te lang. Deze site, daar kijk ik heel veel naar. Ik kijk eigenlijk alleen maar naar dit. Het aantal... signatories, dat is een aantal leden, aangemelden of zo. Degene, de onderschrijving, even hoe het voor het Nederlands heet. Maar. Er zijn dus momenteel 2742 architecten en engineers of ingenieurs. Architecten en bouwkundigen, moet je misschien zeggen. En die hebben zich dus aangemeld. En die jongens die betalen allemaal tientje in de maand of zo. Dus je mag ervan uitgaan dat ze dat gedaan hebben met een reden. Nou, en die reden is dat 9-11, dat is gedaan door de paus. En niet door Osama Bin Laden die aan een dialyseapparaat, omdat hij een nierafwijking had, in een grot zat in Afghanistan. Met een mobiele telefoon en een laptop. Of zoals de Zuid-Afrikaners zeggen, een schootplankje.
En deze mensen die zetten zich daarvoor in. Er zijn wel 2742 mensen, professionele architecten en bouwkundigen, die zeggen dit kan niet. En deze man, Richard Gage, dat is de protagonist, dat is de hoofdpersoon. Dat is de held van het geheel. Maar die anderen die liegen er ook niet om, man. Maar ze hebben al heel veel video's gemaakt, allemaal netjes uitgelegd. 9-11 was bedoeld om ons ontzettend bang te maken. En dan de, wat was het, de NDAA of zo. De Defense of National Defense Authority Act of zo. Gewoon toestemming geven aan allerlei personeel om reizigers te gaan bevoelen. En dan ook op de delen waarvan je denkt van, hey, mag je je hand daar wel leggen? En die oorlog in Afghanistan, en die oorlog in Irak, en al die andere meuk, en alle moslims hebben het gedaan, en die moslims zijn eikels. Maak ruzie met moslims. Nou, ik maak gewoon helemaal geen ruzie met moslims, want ik spreek niet van moslims, maar ik spreek van Mohammedanen. En ik spreek niet van, ja, ik spreek wel van mensen, maar het zijn allemaal voor mij broers en zusters. Tegen mij niet zeiken over het feit dat iemand de Bijbel niet gelezen heeft. Ik ben er weliswaar een christen, maar ik ben geen eikel. Nou, hier staan we ook eventjes bestillerd. Dat is van Wim Dankbaar, deze site. En die heeft weer wat gezegd over Marianne Vaatstra. Nou, de zaak Marianne Vaatstra heb ik uitermate uitgebreid besproken al. Maar ja, ze is nog steeds dood. Dus ja, laten we het er toch maar over hebben. Want die moordenaar hebben we niet te pakken. Dan heb ik een quiz. Een quizvraag. Je hebt twee samenlevingen. In die ene samenleving worden moordenaars gewoon gepakt en geïsoleerd. Dat betekent dat het die moordenaars onmogelijk wordt gemaakt om nog een keer te moorden. Of een andere misdadiger. Oh, jij bent een misdadiger. Oh, arresteren die handel. Staande houden. Handboeien eromheen. In eerste instantie. Die mogen later af. En dan gewoon naar een zorgboerderij. Met een hek eromheen. 3 meter hoog. Dan komen ze er niet meer uit. Tenzij ze een handlanger hebben met een helikopter. Ja, dat is dan probleem nummer 2. En dan gaat het natuurlijk gewoon, dan schieten we die helikopter uit de lucht. Dat snappen we ook wel. Maar dat moet je doen. En die andere samenleving die zegt, nee, moordenaars, nou, we wijzen altijd gewoon iemand aan. En dan zeggen we, jij bent vandaag de moordenaar. En of dat de echte moordenaar is, ja, dat interesseert ze helemaal niet. Als het maar zo afgesproken is. Want Piet is vandaag de moordenaar. En kon Piet er überhaupt wel zijn? Ja, who cares? Je moet gewoon een moordenaar aanwijzen, want er is iemand vermoord. Punt. Of je zegt, zoals in het geval van al die andere. Anas Aourag is er ook zo een. Van nee, hij was gewoon zelfmoord hoor. Anas Aourag heeft zich gewoon opgehangen aan zijn eigen sjaal, aan een dennenboom. O dennenboom, o dennenboom, wat zijn je takken wonderschoon. Dat kan OMGVD helemaal niet. Die hele zelfmoord van Anas Aourag, dat kan niet. Maar goed, dit is dan Wim Dankbaar over die moord op Marianne Vaatstra. En dan begint hij met te zeggen, ja, nu, ik ga even voorlezen. Ik lees hem eerst even helemaal voor. Ja, heb ik hem helemaal in beeld. Dit kunnen jullie vast niet allemaal zien, want hij pakt altijd mij een stukje. Maar ik ga even voorlezen. Laat ik u één ding zeggen. Marianne Vaatstra is niet vermoord door Jasper Steringa. Wolfgang is een crimineel die beschermd wordt door de top van justitie. Want wat ik nu weet,
wist justitie vanaf dag 1. Jor Usdemming en Harm Brouwer wisten vanaf dag 1 dat... Ik ga die naam niet de hele tijd zeggen. Dat het slachtoffer op gruwelijke wijze is, dat zeg ik ook niet, en vermoord in de kerven van Wolfgang. Evenals hij daarna haar lichaam in het weiland heeft gedumpt, zijn... Wat is dat van zin? Ik lees me even door. Evenals dat hij daarna haar lichaam in het weiland heeft gedumpt, zijn auto in Duitsland liet vernietigen, zijn caravan in de fik heeft gestoken om alle sporen van zijn misdaad uit te wissen. Maar het gaat mij niet om deze minkukkel, het gaat mij om de schoften die Joris Demmink en Harm Brouwer zijn. Laffe, hypocriete, zwijgende schoften ook nog. Dit zijn de grootste misdadigers in deze zaak. Uitroepteken. En het ergste is nog dat ze beschermd worden door de pinguïns van de rechtspraak Noord-Nederland. Werkema, Zwartsnaken, Leijten. Fuck you all! Uitroepteken. Wat een corrupte bende. Maar ik krijg jullie wel. I have some surprises in store for you. Met jullie belachelijke rechtspraak. Tussen aanhalingstekens. Dit is ook mijn land. Uitroepteken. Een land dat mij veel gegeven heeft. Nou, ik vind het gewoon hartstikke goed dat Wim Dankbaar zich bezighoudt met deze zaak over Marianne Vaatstra. Want het is helemaal niet goed uitgezocht. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Het is dat hij zegt dat slachtoffer niet is vermoord door Jasper Steringa. Dat geloof ik ook. Maar wie is wie? Want wie is Wolfgang? Enig idee, jongens? In het requisitoor van Henk J. Maus, dan noemde die slachtoffer de hele tijd. Hè? Het was net of hij psychotisch was. Hij moest echt om de 10 minuten, nee, wel vaker, elke minuut moest hij de naam van slachtoffer zeggen. En dan ging hij ook over naar de voornaam. Van ja, ik heb nu zo vaak Marianne Vaatstra gezegd. Nu vindt iedereen mij hun vriend. Nu ben ik onderdeel van de familie en noem ik haar gewoon Marianne. Maar hoe de fuck is Wolfgang? Ik weet dat die achternaam van die man, dat is Hebben. Ik weet dat. En bij deze Wim, als je hiernaar luistert, beseft dat niet iedereen dat weet. Zeg dan gewoon wie het is. Het is net of je aan het preken bent voor de eigen parochie. Maar iedereen weet het al. Maar ik schrijf het toch nog een keer op. Voor iedereen die het al weet. Nou, beter kan je schrijven over... op een manier dat ook mensen die niet met de zaak bekend zijn... precies weten hoe het in elkaar zit. Nou, hij zegt dus dat Wolfgang Hebben een crimineel is die beschermd wordt door de top van justitie. Nou, dat is echt, dat blijkt, dit is pure speculatie. Hier heeft Wim Dankbaar geen enkel bewijs voor. Want daarvoor zou je gewoon een telefoontap moeten hebben van een justitieambtenaar die tegen een journalist zegt van als je nog een keer gaat schrijven over Wolfgang Hebben, dan komen we je ophalen en dan arresteren we je voor parkeerovertredingen die je niet hebt begaan. Maar die fantaseren we bij elkaar. Dus nu je bek houden. Kijk, dan heb je een bewijs dat justitie daadwerkelijk Wolfgang Hebben aan het beschermen was. Maar waar blijkt dat uit? Ik kan ook wel zeggen dat... Ja, mijn bovenbuurvrouw, die is eigenlijk is een hoeren, madame. En niemand weet dat.
Ik kan ook zo wat roepen. Ik vind het dus niet goed, Wim. Dankbaar. Ah, hij gaat ook lekker door. Dus ik vind het ook. Je moet gewoon blijven oefenen. Wat ik nu weet, wist justitie vanaf dag 1. Nou, waar gaat het dan om? Nou, Joris Demmink en Harm Brouwer wisten vanaf dag 1. Even kijken hoor. Joris Demmink en Harm Brouwer wisten vanaf dag 1 dat slachtoffer op is in de dat Joris Demmink en Harm Brouwer wisten vanaf dag Joris Demmink en ik nou nu snap ik hem. Joris Demmink en Harm Brouwer wisten op zaterdag 1 mei dat het allemaal was gebeurd in de caravan van Wolfgang Hebben. En hoe weet je dat dan, Wim? Hoe kan je het nou weten? Joris Demmink heeft een telefoontje gekregen. Van de, ja, Joris, het is nu zaterdag 1 mei. En we hebben haar gedaan in de caravan van zoals je zei. Ik ben wel blij dat hier niet de naam van Prins Friso wordt genoemd. Dan had ik dus echt moeten... Dan was ik nog veel bozer geworden. En ze wisten dus ook... Evenals dat hij daarna haar lichaam in het weiland heeft verdumpt. Oké, dus ze wisten dus al... Hé, trouwens, er zat een fout. Gedumpt. Is dat met een T? Een D? Volgens mij moet het toch een... Dan moet ik even chagrijnig hoor, maar... Even kijken of ik het snel kan vinden. Vandalen. Nou, ga even kijken naar dumpen. We houden het gewoon lekker geinig. Het is mijn vrije dinsdagavond. Ik zou vandaag eigenlijk met mijn band gaan repeteren. Maar onze bassist... die zat dus in Duitsland. En hij was het even vergeten om dat aan ons door te geven. Dumpen. Nou, het moet dus een werkwoord zijn... Dumpen. Oh, gedumpt. Het is toch maar een T. Oké, dan is het allemaal goed. Dit is allemaal prima. Fokschaap. Oh, natuurlijk ja. Fokschaap. Ja. Dat is het toch, hè? Of kofschip. Ja, zit die P zit erin. Ja, daar hoort een T achter. Nee, dat is goed. Dit neem ik dus, deze verdachtmaking neem ik terug. Hè. Nou, hij heeft zijn auto in Duitsland laten vernietigen. Dat blijkt ook helemaal nergens uit. Daar zou je toch ergens een document voor moeten hebben of zo. En zijn caravan in de fik heeft gestoken. Nou, die caravan van Wolfgang Hebben, die is afgefikt. Dat is wel duidelijk. Maar heeft Wolfgang Hebben dat gedaan? En dat heeft hij dan gedaan om alle sporen van zijn misdaad uit te wissen. Ja, dat is een cirkel, dat is een soort cirkelgebeuren. Allemaal verdachtmakingen. Maar ja, Wolfgang Hebben heeft het gedaan. Nee, het is gebeurd... Wat hij zegt, het is Wolfgang Hebben heeft zijn caravan ter beschikking gesteld om slachtoffer te laten doen. En daarna heeft hij het stoffelijke overschot in het weiland, en ik weet nog steeds waar het precies ligt trouwens, maar het weiland gedumpt. En die heeft zijn auto in Duitsland laten vernietigen. Ja, het zal. En toen heeft hij zijn caravan in de fik gestoken. En dat was namelijk om alle sporen van zijn misdaad uit te wissen. Nou, de misdaad van Wolfgang Hebben was dus alleen maar dat hij zijn caravan ter beschikking had gesteld. Maar wie heeft het dan gedaan? Wie heeft slachtoffer gedaan? Wolfgang Hebben was hooguit dus een facilitaire medewerkende... Ja, die mag ook de bak in als dat echt allemaal waar is, wat Wim Dankbaar hier zegt. Maar wie heeft het gedaan? En dan gaat hij hierdoor, dus het is Wim dankbaar, schoften die Joris Demmink en Harm Brouwer zijn. Ja, mag je dat zeggen? Dat is toch emotionele uitingen en waarom? De slachtoffer is al 17 jaar dood. En moet je dan nu nog gaan zeggen dat Joris Demmink een schoft is? Waarom dan?
Zeg dan gewoon wat Joris Demmink heeft gedaan. Maar dit is iemand gewoon uit het niets beschuldigen. Het lijkt te... Ik moet het even inslikken. Dit laatste had ik niet willen zeggen. En dan zegt hij ook nog... laffe, hypocriete, zwijgende schoften. De grootste misdadigers in deze zaak. Nee, natuurlijk niet. Iemand heeft slachtoffer gedaan. Iemand heeft dat veroorzaakt. Iemand heeft ervoor gezorgd dat dat meisje de volgende ochtend niet te vrolijk aan het ontbijt zat. Met een kater van hier tot Tokio en dan een zacht gekookt eitje erin met een stukje toast. En dat kwam namelijk omdat slachtoffer dood was. En wie heeft dat gedaan? En geouwe hoer eromheen en een beetje Joris Demmink gaan lopen uitmaken en Harm Brouwer, die ik ook helemaal niet ken trouwens, of voor een laffe, zwijgende laffe, hypocriete, zwijgende schoft. Wat helpt dat? Ik ga het ook zo dadelijk vertellen wat ik denk dat hier aan de hand is. Er zijn twee mogelijkheden. En het ergste is nog dat ze beschermd worden door de pinguïns van de rechtspraak Noord-Nederland. En dan komen weer zo'n heel onzorgvuldige persoonsvermelding. Want hoe de fok is Werkema? Is dat Harm Werkema, Johan Werkema, Kees Werkema en waar werkt Werkema? En die tweede naam, Zwart Snaken, is dat een baron? De baron van zwart tot snaken? Of is dat een vrouw? En dat is Wilhelmina Snaken en die is getrouwd met Joris Zwart. Ja, zeg dan gewoon, hè, wat voor functies hebben die mensen dan? Werkema, oh ik weet het al, Werkema, die werkt op de toiletdienst. Hè. Van het rechtspraak Noord-Nederland, want die rechters daar en al die andere officieren van justitie en die advocaten natuurlijk ook. En het verdachte, die moeten af en toe ongelooflijk hebben ze scheid. En dan moeten ze ergens, bij ons in Nederland ga je niet gewoon in de rechtszaal lopen schijten, want dan gaat het zo stinken. Dus dan ga je naar het toilet. Nou, en Werkema, die maakt die toilet allemaal schoon. Nou, Zwart Snaken, die vent, die werkt op de afdeling logistiek. Want in een toilet, je kan het wel schoonmaken, maar als er geen toiletpapier is, ja, hallo. Hé. En Zwart Snaken, die zorgt voor het toiletpapier. En Leijten, die ziet erop toe dat Werkema en Zwart Snaken goed samenwerken. Wat hebben ze dan te maken met de zaak Marianne Vaatstra? En dan zet hij erachter, en dit is echt heel erg kinderachtig, Wim Dankbaar. Dat doe je toch niet? Punt 1, het is geen Nederlands. En punt 2, er staat helemaal niks. Ja, net zo goed kunnen zeggen, ik vind dat de volgende mensen van de rechtspraak Noord-Nederland niet goed hun werk hebben uitgevoerd. En die mensen die heten, nou dan is er voorletters minimaal en de functie, hè. Dus als Wim Dankbaar van mening is dat Zwart Snaken niet goed gezorgd heeft voor de papiertoiletvervanging. Sorry hoor, toiletpapier. Maar dan moet je dat zeggen. Maar gewoon een beetje in de ronde gaan lopen blaren en dan zeggen, F you all. Het begrip, dat Marianne Vaatstra, dat slachtoffer vermoord is. Ik wil die naam niet altijd zeggen. Maar dat zij vermoord is, dat is geen fake nieuws. Maar dit is geen nieuws. En als iets geen nieuws is, en het doet zich wel voor als... dit is gewoon een website en die wordt geplaatst op 13 december 2016. Nou, dat is vandaag 13.000... Ja, dat is gewoon van vandaag. Dat heet nieuws. Maar dit is geen nieuws. Wat een corrupte bende, maar ik krijg jullie wel. I have some surprises in store for you. Met jullie belachelijke rechtspraak. Ja, dat is weer Engels. Waarom?
Ik heb op mijn blog, oh nee, vlog moet je zeggen, heb ik dus twee documenten aangaande, nee, drie documenten inmiddels, aangaande deze zaak die uitermate naar is en die echt uitgezocht moet worden. Maar ja, iedereen zit onder de chemtrails en die is helemaal suf gevaccineerd en zit voor de rest elke dag GMO-voedsel te eten ofwel porno te kijken of allebei tegelijkertijd. En het goede van porno kijken is natuurlijk dat je dat binnen doet, dan heb je minder last van die chemtrails. Dat was een grapje. En dat is het punt. Wat Wim Dankbaar hier doet. Ja, ik snap. Ik heb dus twee verklaringen voor. De eerste verklaring is dat hij gewoon totally pissed off is. Dat hij gewoon zijn schrijfstijl niet in de niet meer. Niet meer in de hand heeft of zo, gewoon vanwege de emotie. En dat vind ik dan de meest positieve benadering. Maar dat is natuurlijk niet positief, want het is helemaal niet goed om emotioneel te gaan zijn. Als, je moest dus weten hoe ik afgerekend ben op mijn emotionele uitingen op het internet. Dat moet je gewoon niet doen. En je moet informatief zijn als journalist of publicist. Of je bent een goede romanist. Als, hoe heet die Fransman ook alweer? Albert Camus. Die heeft geschreven, de mensen sterven en zijn niet gelukkig. Of andersom. Kijk, dat is geen journalistiek, dan ben je ook een publicist. Ben je wel een publicist. Nou, dat is dus de ene mogelijkheid. Dat Wim Dankbaar gewoon helemaal door het lint is. En die heeft gewoon zijn typemachine niet meer in de hand. De andere verklaring is dat hij dit met dat hij dit op instigatie doet. Op aanbeveling. Dat er iemand is die tegen hem zegt van nou, als jij nou van die vieze stomme stukjes schrijft. Ik zei vies, dat bedoel ik ook weer niet. Maar in ieder geval, als jij nou gewoon rookgordijnstukjes gaat schrijven, dan hebben wij nog wel een centje voor je over. Of dat ze gezegd hebben van, als jij nou van rookgordijnstukjes gaat schrijven, dan jatten we je poe niet af. Dat is ook mogelijk. Maar dat Wim Dankbaar toen dacht van, ja, laat ik maar meegaan. Ik kan me voorstellen dat dit voor de familie van het slachtoffer geen leuke publicaties zijn. En de volgende keer dat ik weer zo'n stuk aantref van Wim Dankbaar over Marianne Vaatstra of andere dingen, dan ga ik het er weer over hebben. Want wat is dit nou? Dit is ook wel een leuke, dit is een andere, daar heb ik me nog niet zo heel veel in verdiept. Dit gaat over een dood van een meisje en die heette Dasha Graafsma. En die is geraakt door een trein. Bij een spoorwegovergang of halverwege. En hier is iets mee aan de hand. En waar dit filmpje over gaat, dit is de website van Micha Kat. En die heeft dit erop gepleurd. En ik denk dat het interessant is voor jullie om hier even naar te kijken. Dit is wel 42 minuten en het tempo van het documentaire vind ik laag. Maar er zit wel wat in. En als je daar toch naar gaat kijken, dan zou ik ook deze even bekijken. Deze meneer heet zo. Gaat gelukkig niks lopen. En dan krijg je dus even. Kijk, over Anas Aourach heeft hij ook een hele mooie gemaakt. En dan deze. Dit is degene die je moet hebben. Die lul heeft het voor elkaar gekregen om 55.615 keer bekeken te worden.
netjes uitgewerkt hoor. Ik vond dit een mooie documentaire. In de tussendoor zitten er, heeft hij van die zwartbeeldjes. Ja, deze dus, hè, zoals hier. Ik zal hem gewoon even, voordat je... Ja, laat me even lopen. Ja, kijk. Nou, deze, hier staat dus echt zijn eigen tekst. En daar zitten typfouten in. DT-problemen of zo. Maar dan moet je hem vergeven. Dat mag niet anders. Het is een goede docu. Dus dat wordt de volgende. Dus we hebben Marianne Vaanstra hebben lekker laten gaan. En we hebben nu Dasha Graafsma lekker laten gaan. En wie wordt de volgende? Jouw dochter? Jouw zus? Het probleem met criminelen is dat ze zelf denken dat ze ermee weg kunnen komen. En dat is niet zo. Tenminste, het is wel zo als wij met dit soort dingen zo omgaan. Dan wel natuurlijk. Nou, we zijn bijna aan het einde. Dat is mooi. Dasha Graafsma hebben we gehad. Of Marianne Vaanstra hebben we het gehad. En bij Marianne Vaanstra probeer ik te denken aan hoe mooi ze was toen ze nog 16 was. In de zin dat ze toen nog was. En toen was ze er nog. En nou niet meer. We betalen ons blauw aan de politie. En ze doen geen fuck. Ja, parkeerbonnen uitschrijven. Kunnen we nog meer betalen? Je betaalt al OMGVD. Je betaalt al wegenbelasting. En dan moet je ook nog parkeerbelasting aan betalen. Het maakt niet uit wat je met je auto doet. Of die rolt of dat die stilstaat. Maar betalen zal je. Terwijl het je eigen effing auto is. Waarom betaal je daar eigenlijk voor? Je hebt toch al lang betaald? Laat die wegen gewoon betaald worden door de auto-industrie. Wil je auto's verkopen hier in Nederland? Ja, dat mag. Maar dan betaal je wel wegenbelasting. Ja, en laat die burgers gewoon met rust. Waarom zou een oud vrouwtje die gaat zorgen voor de tante Gerda, want die heeft een gebroken heup. En die moet dan wegenbelasting betalen voor haar Renault Clio. En omdat hij een dieselmotor heeft, mag ze straks met de Renault Clio niet eens meer de binnenstad van Amsterdam binnen. Idioterie. Nou, dit is de laatste die ik even met jullie wil doornemen. De ene laatste. De ene laatste is deze. Dit kanaal, dat is van meneer, kan ik hem niet laten zien, ja, Johnny Cirusi. Volgens mij is het, dat is Italiaans, de Italiaanse familie. Dit is een oud militair en die maakt dus echt ontzettend, wil je kijken hoe vaak, 18 uur geleden, 2 dagen geleden, 5 dagen geleden. 7 dagen geleden. Ook 7 dagen geleden. Op één dag. Ja, of 8 dagen geleden of zo. Dan kan je hier 4 werken. Hij zit enorm te hameren. En hij heeft dus ook. Hij geeft ook lezingen. En ik heb vandaag heb ik er eentje hem geluisterd. En die lezingen die vind ik te doen. Ik vind persoonlijk. Dat zijn uitzendingen. Wat hij doet. Hij gaat gewoon helemaal uit zijn dak. Hij gaat gewoon allemaal vieze woorden zeggen. Van dingen die ik dus niet probeer te zeggen. En dan, wat hij dan doet, is dan gaat hij gewoon eerst een uur of zo, of anderhalf uur, gaat hij uit zijn dak. En dan, daarna dan gaat hij waarschijnlijk een kopje thee drinken. En dan pakt hij zijn Audacity erbij of zo, of zijn Movie Maker. En dan gaat hij al die vieze woorden gaat hij eruit bliepen. Maar dan bliept hij ook wel eens naast. Dus dan hoor je gewoon, fucker. Ja, hij had dus gezegd motherfucker, maar ja, je hoort toch fucker, omdat die bleep iets te kort duurt. Ja, daar kan hij nog aan werken. Ik zou tegen hem zeggen van iets minder vloeken, Joris. Maar,
Maar hij is ook gewoon pissed off en ik ook. Dus ik neem hem niks kwalijk. En voor jullie is het echt... Ik zou er echt een keer induiken, hoor. Hij zet alles goed op een rijtje. Deze bijvoorbeeld, Everything is a False Flag. Hij weet precies hoe het zit, hoor. Ja, en waar hij het over heeft, daar heeft... Dit was dus de ene laatste, nu komt de laatste. Dit is First Amendment Radio. En dit kan je nou goed zien, dat is ook makkelijk te spellen. Dat is First, dat is een F. Nou ja, dat kan je zelf onthouden. Amend, eerst heb je een D en dan een T. En dan radio. Dus First Amendment Radio. Die moet je hebben. Daar zit echt van alles. En Tom Fresh, dat is, ik weet niet precies wat de achtergrond van die man is. Die doet boekbesprekingen. En die Clojo. Nou, is een man, nee, dat is een grapje natuurlijk. Maar dat is een hele beleefde man. Maar tegenover mannen en zo. Ik zeg altijd heel makkelijk. Hey, klootzak. Nou, daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Maar ik vind het echt een goeie. In dat kader van wat ik net zei. En hij iedere ochtend om 8 uur of zo. Dan is hij al lang wakker. En dan heeft hij zijn ontbijtje op en zijn theetje op. En dan doet hij zijn boek open. En dan gaat hij gewoon een boek voorlezen. En dit boek wat hier voorgelezen wordt. Dat is de voetafdruk van de Jezuïeten. Ja, hier kan het ook beter zien. Hè? En daarvoor moet je wel Engels kunnen. Want Tom. En deze naam spreek je uit als Tom Fraas. Ja, de voetafdrukken van de Jezuïeten. Wat zijn de Jezuïeten eigenlijk? Wie zijn dat? En wat stellen ze voor? Nou, dat staat dus in de Bijbel. Wat ze zijn. En Tom Fresh, die weet dat. En het zou mooi zijn als ik niet de enige ben in mijn directe omgeving of verre omgeving. Die dit ook gaat luisteren. Of je gaat het boek zelf lezen, maar... Tom Fresh, ik heb dus bijna alles geluisterd en opnieuw geluisterd. En de tekst aan zich van dit boek, het is een beetje traag, om te zeggen. Maar Tom Fresh, die bespreekt het heel leuk. Dus ik heb geluisterd tot en met 53 en ik ga dus vanavond of morgenochtend ga ik 54 doen. Die ga ik beluisteren. Dat is heel interessant. Dat is een partij geschiedenisles, dat wil je niet weten. Ga je helemaal vanuit je dak, jongen. Dan weet je precies hoe het zit met Engeland. En waarom is Engeland Engeland? Wat is er aan de hand? Wat is er met Amerika? Waarom heeft Amerika 900 militaire basissen over deze aarde? Waarom? Hoeveel militaire basissen heeft Luxemburg? Die heeft toch ook niet een militaire basis in Klein-Liechtenstein? Maar Amerika wel. En Tom Fresh die kan je uitleggen met dit boek, met de voetafdrukken van de Jezuïeten, precies hoe dat gegaan is. Hoe Amerika haar stemrecht, haar democratie is kwijtgeraakt. Want wat wij hebben is namelijk geen democratie in Amerika. En gelukkig hebben we ook geen democratie hier in Nederland. Een halve smart, nee, gedeelde smart is halve smart. En hij kan dat uitleggen en dan snap je hoe het zit. Want de Amerikanen hebben helemaal geen stemrecht. Ze hebben armoede en voedselbonnen. Dat hebben ze. En een afnemende middenstand. Ja, wij hebben ook al een afnemende middenstand, want hier in Arnhem is er ook geen drol meer van over. We hebben nog geen, niet heel, nou, ik ken wel een aantal mensen die op de voedselbonnen zitten trouwens. Krijgen eten van de overheid. Geen geld, nee, eten krijg je. Wat broodjes, knakworstje. Maar het zelf werken, het zelf werkend zijn van het volk. Deze organisatie die hier in beeld zit, ik zal hem even uitvergroten voor het fotootje. Maar hier kan je het dan zien. Want wat denk je dat
die pakjes kosten. Wat denk je dat dat gebouw kost? En dat gebouw wordt gebruikt voor wat? Je kan ook een gebouw hebben en dan begin je een kippenboerderij. Daar heb je wat aan. Maar dit gebouw, wat kost dat? En wat doen deze mannen? En waarom heeft de paus een kruis op zijn buik hangen? En dan hangt het kruis, dat hangt precies bij dat stukje textiel, er zit een soort dingetje in. Man, dat is allemaal hartstikke duur. Ik denk dat keppeltje alleen al dat het €300 kost. En hoeveel keppeltjes moet de paus wel niet hebben? Dat wordt altijd een beetje vettig. Kijk, ik heb gewoon een pet van Alex Jones. Die kostte me toen €15. Vanwege de invoerkosten. Want voor de rest was die pet gewoon betaald door mijn tante. Ik moest de invoerkosten nog betalen. Of invoerrechten heet dat. Had ik niet opgerekend. Dus ik, die pet van Alex Jones. Was duurder dan ik dacht. Maar dat is maar een paar tientjes. Maar het keppeltje van deze man. Of het petje van deze man. Die zijn kaalheid verbergt. Of zijn kaalheid mag verbergen. Dit is heel erg eng. Dit is georganiseerde psychopathie. Dit zijn mensen die zijn doorgedraaid. Ze kunnen er ook verder niks aan doen, want ze zitten in die malle molen. We mogen ze niks kwalijk nemen. Maar het zou wel fijn zijn als we deze mensen gewoon een dagbesteding geven waar ze wat aan hebben. Dat deze mensen tot rust komen. En dan mogen ze gewoon, zoals ze gewend zijn, 's morgens om 4 uur opstaan. Want een beetje jezuïet, die staat 's morgens om 4 uur op. Nou, dat mag gewoon. En dan gaan eerst corvée. Dus, nou, eerst natuurlijk douchen of zo, of aankleden. Dan gaan we corvée doen. Nou, dan gaat de ene ploeg, die maakt de toiletten schoon. De andere ploeg, die gaat de gang dweilen. En de andere ploeg, die gaat de boterhammen snijden. Of wel linzensoep of zo. Iets bijbels. Nou, en dan gaan we ontbijten met z'n allen. En dan liedjes zingen, zou ik zeggen. Zullen we eerst even zingen met z'n allen. En dan wordt het leuke dingen doen. Dus of je wil schilderen of kleien. En er is natuurlijk ook een jezuïet die in zo'n situatie, die het helemaal niet meer ziet zitten. Die denkt, ja, die hele wereldorde die ik zou gaan veroorzaken, die is mooi mislukt. Ik word depressief. Nou. En die mag hardlopen. Die gaat naar sport doen. Speerwerpen of zo. Voor mij port airsoft gun. Geef je zo'n jezuïet gewoon lekker een airsoft gun, dan mag die gewoon de hele ochtend airsoften. Dan houden we de scores bij. Ja, en dan 's middags gaan we gezellige dingen doen met de meisjes. Dus we hebben ook allemaal nog vrouwen, zoals Madeleine Albright en Hillary Clinton. Ja, die zijn er natuurlijk ook. Ja, dan gaan we 's middags iets gezelligs doen met z'n allen. Doen we een high tea of zo. Dan krijgen ze allemaal een kopje thee. Met zelfgebakken koekjes. Ja, dat zou dat zijn. Ja. Dan gaan Madeleine Albright en Hillary Clinton, die bakken dan de koekjes. En dan wordt er 's middags thee gedronken. Nou, wat kost zo'n handel? Dat kost je helemaal niks. Zo'n gebouw, daar pleur je 100 van deze, ik zal niet zeggen hoe ze heten, want dan lijk ik wel Johnny Carucci. Daar plemp je er 100 in. Hoe groot moet zo'n gebouw zijn? Dat is helemaal niet zo groot, joh. Allemaal een kamertje. En niet alle Auschwitz, hè, maar gewoon allemaal een eigen kamertje. Dat vinden ze ook wel prettig, denk ik. Ah, dan hebben we een kamertje nodig van 4 bij 3 meter. Er moet een bedje in. Een tafel moet erin staan. Er moet een keukenstoel, weet je, een zitstoel, dinges, moet erbij. Nou, en een ontlastingsruimte, een toilet. En een fonteintje. Nou, wat kost zo'n behuizing? En zo'n dagprogramma. Nou, ik denk dat je 100 jezuïeten kan je onder controle houden met een mannetje of 10. Oh.
dat moet te doen zijn. Heel veel zijn oud. Ze zijn ook niet zo. Het is weliswaar de militaire orde van het Vaticaan. Maar ze kunnen niet vechten hoor. Echt niet. Dus je kan 100 Jezuïeten kan je laten bewaken door 10 vrouwen. En die hebben allemaal wel een dozensnijder bij zich. Geen boxcutter. Geen breekmesje, ben jij gek. Nee, gewoon 10 vrouwen met ieder een ploer te doden. Gewoon een stuk lood in een stok. Als hij gevaarlijk wordt, dan map je hem voor zijn kop. Nou, ze houden hij onder bedwang. En dan bied je ze gewoon de vrijheid. En je kan je hele leven lang elke ochtend kleien. Of schilderen. Of boogschieten. Zeg maar. En dan hebben we geen last meer van deze mensen, want ze leiden ons naar de afgrond. Dat is precies hun idee. En ze lachen zich kapot. Zie je die lach op het hoofd van deze meneer? Als ik het wel heb, is dit Jorge Mario Bergoglio. En hij heeft zijn naam veranderd. En in zijn geval zou ik dat ook altijd doen. Want anders weten ze dat jij het was. En hij laat zich momenteel noemen Paus Franciscus de Eerste. Of op zijn Engels Pope Francis the First. Hij was verantwoordelijk. Hij was toezichthouder. Hij was gouvernant. Tijdens de vuile oorlog van Argentinië. Dat waren er minimaal 30.000 van ons. En hij loopt gewoon te smilen, man. Hij lacht zichzelf helemaal kapot. Ja, geinig. Jee, man. Leuk dat je er bent. Leuk hier, dat gebouw van mij. Iedereen betaalt zich blauw en we martelen ze gewoon helemaal dood. Ja, leuk is dat. Hartstikke fijn dat jullie dat uitgeluisterd hebben van mijn overzichtnieuws. En het was niet zo, het was misschien wel een klein beetje humoristisch. Ik hoop het van wel. Want ik hou heel veel van jullie. En als Duitse op zijn Hamburgs. Even hoesten, even wachten. Op zijn Hamburgs zeg ik dan. Tjus. En dag lieverds.